Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Ik zie er misschien best moe uit, maar ik heb deze nacht niet zo goed geslapen. Ik ging ook gisteren normaal gezien filmen, wat dat ik gisteravond ging doen. Maar ja, that didn't happen. Hè. Dat is niet gebeurd. Maar ik zal even kort schetsen en dan wat Instagram stories of zo toevoegen. Maar gisteravond ben ik samen met Dylan, mijn personal trainer, gevraagd geweest om te filmen voor de champagneparty. En er was nog een meisje bij Ariana, super toffe. En we moesten eigenlijk met ons drie gewoon een beetje ja, de beelden voor de teaser maken. Dus rondwandelen, zeggen wat we van de zaal vonden en zo. Sam was er niet bij. Sam was hier met zijn ouders. Maar ze hadden Dylan gekozen omdat Dylan ook wel wat volgers heeft op Instagram. En Ariana heeft ook best wel wat volgers op Instagram. Dus daarom waren we eigenlijk met ons drie. En dan hebben we daar gewoon ja, foto's gemaakt, gefilmd en zo. En daarna zijn Sam, ik en Dylan in het Jup Hotel gaan slapen. Maar alleszins, het was heel fijn. Het was tof geweest. En deze nacht ook in het Jup Hotel. Dat is een heel mooi hotel hier in Hasselt. Wel vlakbij waar dat wij wonen. Maar oké, kan niet kwaad om ja, in uw eigen stad op hotel te gaan natuurlijk. Hè. Dat is ook eens fijn. En zeker gisteren, want vandaag is het nieuwjaarsavond voor ons. Voor jullie is dat natuurlijk al voorbij. Wij vieren nieuwjaarsavond. Ik ga net de tafel maken. Maar ik zal eerst de beelden invoegen van gisteravond die ik met mijn gsm heb gemaakt. En dan ga ik jullie laten zien wat ik heb voor de tafel. Ariane heeft wel geen bandje aan. Oh ja, kijk hoe vet. Ja, echt chic gedaan. Heel mooi gedaan. Het is een echte jungle hier. Ja, wow. Hier gaan we ons wel echt goed amuseren. Absoluut. Vanuit, ja. Zou er niks ruzie in, dacht ik, het staan? Ja, kom maar. Hey, DJ Ward, zijn je klaar voor straks? Ik ben helemaal klaar voor straks. Even sound checken, zien of volumes en het geluid aan de microfoon goed staan, dan kunnen we vertrekken. Oké. Okay. Ja, wauw, het is toch echt super vet. Het is toch wel een vakantie gehad. Ja. Voor het jaar. Ik ga hier even zitten. Oké, dus dat was een kleine impressie van gisteravond. Het was dus wel leuk, zoals jullie konden zien. En we hadden zo van die Victoria's Secret vleugels van Roberto Cavalli. En dat was echt wel super cool. Ik voelde me even zo echt Victoria's Secret model. Ik had ook zo de walk gedaan, dat je dan kusjes geeft zo, weet je wel, zo naar het publiek. Ja, ik voelde het helemaal, weet je. Dus de tafel ziet er zo uit, nu ga ik hem decoreren. Dus een heel stuk verder, samen is ook hier. Maar alles is versierd. Hey, mister! Dit is mijn outfit. Totally too, totally too, totally too.
als de stortelie toe wat ik aan heb. Redelijk casual, maar als we zelfs nog op stap gaan of zo, ga ik geen rokje aandoen. En ik ben sowieso niet rokje of kleedjesachtig. En dan heb ik ook nog ballonnen met Happy New Year. En hier hangen nog sterren. Dus wacht, ik zal van verder gaan. Zo ziet het eruit. Tada! Ondertussen zijn we aan het bakken op onze beautiful Weber barbecue. Weber. En, lukt het? Ja, het lukt. We hebben pas begonnen, maar ja, het gaat wel goed, hè? Het gaat zien. Ja, laten zien. Show me. Oeh, ja. Ziet er al goed uit, hè? Dat komt helemaal goed. Leuk. Vlees is gebakken, we hebben hier ook een buffetje staan van groentjes, een slaatje, pastakken, aardappelslaatje. Hier is het vlees wat ik gebakken heb, spekworstjes en brochetjes. En hier is ook nog kip en scampi brochetjes. Hey. Nog 2 minuten en dan is het nieuwjaar, hè. Spannend! We gaan wel het vuurwerk niet halen, dus we gaan het alleen maar ver zien. Hey, waar zijn de pantoffels? Wat je fles bij. Wat bij? Oh, zo je plappen. Niemand die pantoffels bij. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Happy New Year! Wat? Happy New Year! Happy New Year! Dat is normaal, hè? We zijn zo net naar café geweest. En nu gaan we naar de koestal. En ik wou naar de koestal gaan. Dat is meer schuurmuziek, hè? Nee. Ja, dat is, dan kunnen we schuren, hè? En daar in café was zo. Dance, ja? Gaan jullie moenen? Nee, ik ga wel. Ik vind 4 kanten voor 1 kant, dat is veel te veel. Nee? Oké, live action. 4 kanten voor een tet zou ik zeggen, maar. 2 tetten. Ja, kom aan, Giel. Ik wil die een beetje licht hebben. Nee, je hebt het nu allemaal voor. Ja, nee, dat is het achtergrond, hè. Ja? Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong. Just like gold, just like gold. Die aroma. Ja, we zijn thuis. Hoe laat is het? Het is 5:50. 5:50. Ja. Weet je dat ik deze morgen ben opgestaan om 7:00? Ja, dus dan zijn we bijna 24 uur wakker. Shit, man. Het
Het is aan mijn gezicht te zien. Maar jij zit nog terug aan slapen, jij. Ja, zo. Ja, ik ben opgestaan om 7 uur en doorgewerkt. En dan, wat wil ik zeggen? Maar alleen Sam, ik en Sophie zijn thuis. Hmm? Want Leander, Gilles en Claudio zijn aan het feesten. Yep, die wonen nog niet naar huis. Die wonen nog niet naar huis. Maar wij waren moe. Ja, en Laurens was ook nog gekomen. Ja. En Laurens heeft ons thuis afgezet. Yes. Ja. Nu ben ik moe. Ja, klopt. En mijn stem is kapot. Mijn. Oké, kom, we gaan slapen. Ja, we gaan slapen. Het is nodig. Ik vond jullie het een leuke vlog, hè? Ja. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. En wij zien jullie morgen.